In deze minuut maandag vertel ik meer over de Europese onderzoeksruimte, vaak afgekort als de ERA. De Europese onderzoeksruimte werd in 2000 opgericht met de ambitie om een eengemaakte, grenzeloze markt voor onderzoek, innovatie en technologie te verwezenlijken. Het helpt de EU-landen om effectiever samen te werken door hun onderzoeksbeleid en programma's beter op elkaar af te stemmen. Het resultaat? Vrije circulatie van onderzoekers en kennis, betere grensoverschrijdende samenwerking, meer kritische massa en competitiviteit over het hele continent. In september 2020 deed de Europese Commissie een voorstel om de Europese onderzoeksruimte nieuw leven in te blazen. Daarvoor identificeerden ze 4 strategische doelstellingen. Ten eerste de prioritisering van investeringen en hervormingen in onderzoek en innovatie richting de groene en digitale transitie en het herstel van Europa. Ten tweede een betere toegang tot uitstekende faciliteiten en infrastructuren voor Europese onderzoekers. Ten derde de transfer van onderzoeksresultaten naar de economie. En ten vierde de vrije circulatie van onderzoekers, kennis en technologieën. Meer hierover lees je op de VLEVA-website. Tot volgende week!